In de Betuwe aan de Waal ligt het stadje Tiel, dat in de laatste maanden van de oorlog midden in de frontlinie gelegen heeft. De gevolgen daarvan zijn op de huidige dag nog maar al te goed te zien. Er is veel verwoest in Tiel. Maar er is ook alweer veel opgebouwd, al is dat op zichzelf geen reden om de vlag uit te steken. Dat gebeurt dan ook omdat in Tiel een nieuw huis gereed is gekomen dat toevallig het 50.000ste is dat sinds de bevrijding in ons land werd gebouwd. Minister in het Veld is met zijn ambtsvoorgangers Neer en Ringers naar Tiel gekomen om in de gevel van het huis een gedenkplaat te onthullen. De wederopbouw van ons land gaat voort. Binnen afzienbare tijd hoopt men 55.000 woningen per jaar gereed te krijgen. Toch zou het dan nog 15 jaar duren voor het woningtekort is ingehaald. Daarom wordt een deel ervan, namelijk 25.000, als duplexwoningen gebouwd, die zo worden ingericht dat ze tijdelijk door twee kleine gezinnen bewoond kunnen worden. De woningen hebben één gemeenschappelijke hoofdingang, maar zijn voor het overige volkomen gescheiden. Eén gezin woont beneden, het andere op de bovenverdieping. Met 25.000 duplexwoningen kunnen dus 50.000 gezinnen per jaar onder dak geholpen worden. Tellen we daarbij de 30.000 die in de normale woningen een plaats zullen vinden, dan betekent dat dat jaarlijks 80.000 gezinnen een eigen woning zullen krijgen en dat het tekort eerder zal zijn ingehaald. Is dat eenmaal gebeurd, dan kunnen de duplexwoningen heel gemakkelijk veranderd worden in eengezinswoningen.